Zo'n 1200 vluchtelingen verbleven de afgelopen maanden in de noodopvang in de Nijmeegse wijk Winkelsteeg. Per 1 mei moeten zij weer weg zijn, want het kavel is eigenlijk bedoeld voor woningbouw, dat ook hard nodig is. Morgen is het dan zover, maar het lukt het COA niet om de laatste 200 bewoners over te plaatsen naar een andere locatie. Gemeente Nijmegen geeft hen nu bij hoge uitzondering 2 weken extra, maar dan moet ook echt iedereen weg zijn. Op dit moment verblijven er nog een ruime 700 vluchtelingen op het terrein van voormalig voetbalvereniging Hatert. Zo'n 500 daarvan hebben inmiddels een nieuw adres elders in het land gevonden. Die zoektocht naar nieuwe huisvesting leek in eerste instantie gesmeerd te verlopen, maar stagneerde plotseling. Voor de laatste 200 vluchtelingen is momenteel nog geen nieuw adres gevonden. Omdat de gemeente echt met de bouw wil beginnen, is er een oplossing gevonden. Die opvang zou eigenlijk op 1 november al stoppen. Nou, COBA heeft ons toen, de landelijke club die het regelt, heeft ons toen gevraagd, kan dat niet een paar maanden langer, want we hebben echt een tekort. Nou, wat gekeken, prima, 1 maart. En eigenlijk bleek al in de loop van februari dat ook 1 maart niet ging lukken. En dan hebben we gezegd, nou 1 mei, maar dan moet het ook echt gedaan zijn. Want het is een locatie waar we woningen willen gaan bouwen. En het is toch wel heel erg apart dat je omwille van woningnood andere woningnood niet gaat oplossen. Dat leg je niet meer uit. En bovendien, we hebben ook naar mensen beloofd, het stopt een keer. En 1 mei zou het moeten stoppen. Nou, wij hebben geconcludeerd als gemeentebestuur maximaal 200 mensen op dat grote terrein. Dan kunnen we wel al aan de slag gaan met de voorbereidende activiteiten. Je moet alles afbreken en dan vervolgens de grond gaan onderzoeken. Dat kan in 2 weken tijd, kun je dat wel goed combineren, omdat het nog maar een hele kleine groep van maximaal 200 mensen gaat. Ik ben blij met deze oplossing. Want het moest ook echt niet langer duren. Aan de andere kant, even praktisch redenerend, als we met maximaal 200 mensen die nog even langer blijven en we lossen daarmee wat problemen op, dan moet je daar ook in mee gaan. Want dat betekent dat wij kunnen gaan bouwen, wij kunnen gaan starten met de voorbereidingen. Het levert niemand financiële schade verder op en hopelijk kunnen de vluchtelingen snel op een andere plaats gaan wonen. Na de meerdere uitgestelde afspraken was de gemeente niet blij met het nieuws dat de afspraak weer wat uitgesteld zou moeten worden. Ze zijn daarom ook tevreden met de huidige oplossing. Nou, we waren best boos. Een week of 3 geleden kreeg ik door vanuit de leiding van Winkelsteeg. Hè, want dat doen wij zelf als gemeente. Er zijn gemeentelijke mensen die daar in charge zijn. Die zeiden van, daar gaat hier niemand meer weg. Al de hele week niet. Nou, de tweede week ook niet. Toen zijn we uiteraard aan de bel gaan hangen van, dat kan niet. En dat is langzaam opgelopen. Zelfs zodanig dat we eind vorige week als college hebben gezegd, dan stoppen wij ook met nieuwe plannen. Bijvoorbeeld in Koudoek, in de Waalsprong, zijn we bezig met een nieuwe opvang van 400 mensen. En we hebben gezegd, die leggen we nu gewoon plat. Heeft wel geholpen, die druk. Want ik denk, de oplossing die we nu hebben, daar kunnen we allemaal goed mee uit de voeten.